We zijn juist aangekomen op Vivier. Dus nu, het is hier enkel werpend vissen. Dus nu gaan we een beetje zoeken achter grindplaatjes, taluskes, richels. Alles waar de vis zich kan ophouden in de winter. Dat wordt al een hele uitdaging. Ah, ja. Ik heb er nu een beetje een centrale stek uitgekozen. Dus als de vis van links komt of de vis van rechts, kunnen we ze hopelijk opvangen. En nu gaan we een beetje peilen en een beetje zoeken. Dus we hebben 3 dagen de tijd om een mooie vis op de kant te krijgen. Dus het is altijd beter dat je in het begin een beetje tijd investeert in het zoeken naar stekken. En daarna kunnen de stekken afruimen. Dus we kunnen beginnen. Redelijk wat modder aan het grind, dus ik denk dat we weer op een modderplaat aan het vissen zijn. Zie dat je zeker genoeg aas voorbereid hebt, bespaart je een hoop tijd als de vis begint te azen. Want de aasperiodes in deze periode zijn heel kort. Ik denk dat de vissen een paar uurtjes azen per dag en dan is het klaar. Amai. Ik was juist de power op aan het doen en kreeg een paar piepen. Ik zag mijn wakker een beetje omhoog naar beneden. Ik dacht echt dat het een brasem was. Nog 2 minuutjes tijd nodig voor wakker te worden, maar de vis was eigenlijk naar de kant aan het zwemmen. Die zat al helemaal onder die takken hier. En wat blijkt? Echt een kanon van een karper is. Ik denk dat hem niet ver van de 25 kilo zal zijn. Maar ik ga alles klaarzetten en voor platen te maken en zo. Heb de vissen even in de sling en de negen werpen. Ja, dat gaan we doen. Wat een bak, hè. Wat een kanon. Voilà, hier is hem. Onze eerste vis van de sessie. Wat een bak gewoon. Juist geen 25 kilo. Echt een prachtige vis, hè. Een pens eronder. Ja, beter kunnen we de sessie niet beginnen. Goedemorgen. Het was weer een rustig nachtje. Hier en daar wel wat vissen horen springen in de zone. Ja. Maar de meeste vissen zat links van mij. Ook geen aanbeet gekregen op de linkse stok. Juist deze morgen op de rechtse stok dan. Het is eigenlijk juist het omgekeerde. Een visje van een kilo of 12, 13. Vandaag zou eigenlijk de beste dag moeten zijn van het weekend. Want nu... vandaag gaat de luchtdruk toch flink naar beneden gaan. Oh. Ik dacht dat er een vis gesprongen was, maar het was een cormoran. Godverdomme. Ja, bon. Ik hoop dat er wat activiteit gaat komen. De vis is in ieder geval niet super los, maar ze springen wel. Dus
Je moet er toch aan zijn neuken. Het is wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Maar ja, blijft vissen, hè. Jeppa. Hier is hem dan. Ik heb nog niet de tijd gehad om mijn tasje koffie te genieten. Een volle fluiter. Yes. Een prachtige vis. Heel mooie spiegel. Voilà. Goh. Derde vis nu. Oh, echt genieten, man. De meeste waters liggen al stil. Watertemperatuur is nu tussen 8 en 9 graden, dus niet te warm, maar toch zitten ze lekker aan het vreten. Dat is een tweede van deze morgen. Hè. Hij is al prachtig in zijn winterkleren. Voilà, hè. Nummer 3 van de sessie. Echt. De sessie kan al niet meer stuk. Echt plaatjes, hè, stuk voor stuk. Dat is echt geneten. Waarschijnlijk mijn laatste sessie van het jaar. En zo mogen afsluiten, kan ik echt met gerust hart de winter ingaan. Ja, en genieten van de familie. Kom maar, makker. Bye bye. Alle engeltjes zijn er een keer uitgehaald. Nu ga ik alles herpositioneren voor de nacht. Overal een vers PVA'tje aanhangen. En ja, hopelijk mogen we een mooie afsluiter vangen. Ik weet, het zal niet gemakkelijk zijn. Maar ja, wie niet wacht, niet wint zeker. In uw zetel ga je ze ook niet vangen. Dus we gaan nog een keer proberen. Hè. Iets verder gelegd, omdat ik ze gisteren nacht iets kunnen horen springen langs de andere kant. En de stok ligt nu 2 uur in en patat! Yes, yes, yes. Echt nog een plaatje van een vis. De avond is juist aan het vallen. Ik denk dat het nu 6:30, 7 uur is. We hebben nog de hele nacht te gaan. Het was echt een slimme zet van een hengeltje iets verder op te leggen. Want daar had ik ze gisteren horen springen. En dat resulteert in zo'n plaatje van een vis.
prachtig man, super, super tevreden mee. Ik wil ook even de andere kant laten zien. Voilà, alle pijkanten zijn echt prachtig. Dat is echt al een topsessie, een topweekendje. We gaan haar weer laten zwemmen. Plaatjes maken s'avonds. Is even mooi als overdag. En veel veiliger voor de vis. Bye bye. Voilà zijn mannen. Ik ga afsluiten voor vandaag. We hebben een hele goede dag gehad. We hebben nu 3 vissen vandaag gevangen. Gisteren eentje. Dus op zich mogen we niet klagen. We hebben nu 4 schone vissen gevangen. Oh, voor deze tijd van het jaar. En met deze watertemperatuur. Maar de omstandigheden waren wel redelijk goed te noemen. Ik wil hem even laten zien. Waar sta je hier? De luchtdruk knalt gelijk als een malle naar beneden. Dus dat heeft er waarschijnlijk ook wel een beetje aan geholpen. Omdat de vorige dagen luchtdruk stond allemaal rond 1030, 1032. En vandaag is hem naar 1015 gegaan. Dus dat was positief te noemen. Dat hebben we dan ook gezien aan de visvangst. Ja, ik ga hier nu mijn bedje inkruipen. En hopelijk kunnen we morgen vroeg nog een mooie vis laten zien. Dus mannen, ciao. Tot morgen. Het is weer een fris nachtje man, goed gevrozen. Achter de steuw is het veel beter. Hè. Oh. Ik was hier juist een beetje aan het water aan het loeren. Een klein visje zien springen en ik blijf zo kijken. En dan zijn ze een paar bellenplaten daarnaast, dus gouden hengeltjes uithalen, PVA'tje eraan en flats. En hopelijk kunnen we snel een visje vangen. En klaar is Kees. Yes, echt. Wat een wintersessie, hè. Echt, wow. Ik kan mijn geluk niet op. Het was echt nog aan het vriezen, al. Ijskoud. En dan toch nog zulke mooie vissen op de kant krijgen. Pff, echt genieten. En wat voor een vissen. Echt. Plaatjes. Je ziet, wintervissen kan toch ook nog altijd mooie vissen opleveren. Het is niet altijd gemakkelijk. Het is echt zoeken. Tot als je de sleutel vindt. En ja, dan kun je ervan oogsten. Zoals we nu hier gedaan hebben. Oh man. Ik wil de andere kant een keer laten zien. Dat is echt al een oude knar. Nou, we gaan ze terugzetten. Bedankt voor langs te komen. Echt, appa. In deze periode van het jaar mogen we meer dan tevreden zijn. Dus ik ga nu alles in de wagen steken en weer richting België. Bye, mannen.